Welkom bij de avonturen van Jan en Jens. Vandaag gaan we mesrijden. Hey! De Daltons zijn onderweg uit de auto. Kijk, dan moet eerst allemaal weer schoenen aan. Kijk Jens, dan moet je eerst deze een beetje... Hey Sam, ben jij een open deur chauffeur? Kijk, die moet dicht. Meteen. Die doe je een beetje recht, Jens, dat hij een beetje hierheen haalt. Dan trek je hem een beetje naar je toe. Ja. Zo? Ja, hou dan net aan Loeken, Tim. Ja, zo. Hou maar, Jens. En dan maak je deze hendel los, zodat het klepje loskomt. Juist. En moet je... Ho, Sam. Pak je die slang en moet je hem denken, want daar zit misschien nog wel een beetje mest in. En dan loop je precies zo, dat je hem daarin kunt doen. Juist. Ja. No. Hoppa, perfect. Ja? Ja. Daar naartoe. Deze moet open en deze moet dicht. Dicht? Oh, je moet voorzichtig, hij moet een beetje klappen. Kijk zo, wacht maar even, anders gaat hij stuk. Waar is de boer? De boer zou er nog wat vet op doen. Ja, go. Welke? Die? Welke kant op? Deze? Trekken? Ja, die moet gewoon naar je toe. Ja. Allereerste keer met mest opleggen. Gewoon de klepjes in de gaten houden, zegt Geert. En dan kan er niks misgaan. Ik verwacht dat we vandaag de nodige cubes nog wel weg gaan rijden. Mooi. Waar gaan we heen? Naar het land. Naar het land? Ja. Let's go! Go! Nou is het precies het trucje een beetje andersom. Nou dan haal je hem weer een beetje naar je toe. Ja, die hendel moet je niet vastpakken, want dan trek je misschien kapot. Die en een beetje weer een beetje bij de kant vandaan. Ja, doe maar. Ja, hou maar. Nou doe je die weer los, dat klepje weer los. Ja, die moet er weer af. Dan moet je die hendel naar voren halen. Ja. Klepje aan de kant. Slang eraan. Denk erom, er kan er wel mest in zitten, hè? Ja, dat lukt niet. Een beetje verder trekken eerst. Trek je hem eerst in een bocht daar naartoe. Zo. Dan doe je nou hierheen. Dan trek je die misschien nog een beetje daar naartoe. Zo. Doe hem er maar aan. Doe hem een beetje nachtje. Zo. Ja. Nou, vast. Kijk, als je nou slim bent, moet je even kijken. Hij moet een beetje rechter erop. Ja. En nou doe je die hendel dicht. Ja.
Jens, even een beetje hippen. Wacht maar even. Ja? Nou moet die hendel, de ontbeluchting moet je weer goed doen. Hier. Ja, en nou die hendel naar voren duwen, voorzichtig. Zachtjes. Ja. Kijk maar eens op de trap. Lucky Luke, jongen! Hoppa! Stal. De jongveestal moeten we nu de mest uithalen. Ik hoorde net in één keer de pomp heel zwaar draaien en zat er net even iets tussen. Maar deze mest is ook een beetje dikker. Hoppa! Nou zit hij vol en laat je hem in de midden staan en doe je de schuif, doe je weer dicht, deze. Die? Ja, die moet dicht. Juist. Ja, en dan doe je de ontluchtingsknop weer even goed. Juist. En als je nou verstandig bent, doe je deze, die doe je even open. Nee? Nee, die blauwe. Nou krijgt hij lucht, krijgt hij vanaf daar en dan loopt de mest. Loopt even terug de kelder in. Nou kun je de slang voorzichtig afkoppelen, Jens. Trek maar in één keer even met kracht aan. Moet er even over zijn dode punt heen. Ja, hij bijt er even een beetje aan de oorspan. Doe maar, dus hij valt er niet af. Dan blijft hij wel een beetje hangen. Klepje erop. En de blauwe kraan weer dicht. Handschoenen uit. Ja, oh, die moet nog even rechts, ja. Ja. Ja? Let's go. Nou, we hebben hem vol. Ja. Gaan we nu naar een andere perceel. Die is de container daar al? Ja. Ja. Dus TWSM. Jouw oom had hem er al neergezet. Geert, die zijn er alweer. Ik weet niet of hij er nog is. Misschien is hij ook al weg. Onderweg hier weer heen. Misschien komen ze wel tegen. Ja. Moeten we even stoppen? Nee, daar hebben we geen tijd voor. Want ik denk, als we ze tegenkomen, dan is het toch op een op die drukke weg. Hier, daar rijden ze al. Kunnen we vragen of de TWSM weer mee willen? Nou, we gaan hem eerst gewoon lossen.
Thank Jens. Precies wat we nodig waren met dit werk. Ja, anders ja. Rijdt hier alleen maar naar stront. Ja, zo is het. Thank you.
zo robuust staan, hè, die dikke brede banden eronder. Wie weet krijgen we een duimpje van hem.